Help, ik twijfel. Wie twijfelt er niet? Misschien ken je het in je leven. Heb ik wel of niet de juiste keuze gemaakt? Heb ik wel of niet de juiste broek gekocht? Staat dit wel leuk bij mij? Of vind ik deze relatie leuk waar ik in ben? Heb ik de juiste opleiding gekozen? Allerlei redenen om te twijfelen. Nu hebben we misschien meegekregen dat twijfel niet het allerbeste is wat je kunt doen. We hebben geloof nodig om God te behagen. Om zaken te doen met God heb je geloof nodig. En twijfel kan daarvoor in de weg staan. Alleen het lastige is, wanneer jij twijfel gaat zien als iets wat slecht is, dan ga je ook een bepaalde emotie uit de weg en onderdrukken. Maar misschien kan ik het zo tegen je zeggen. We hebben twijfel nodig om zekerheid te ontdekken. En misschien ook wel angst nodig om te ontdekken wat moed is. En ongeloof om te laten zien hoe je je geloof kunt groeien. Het tegenovergestelde laat je namelijk zien waar je eigenlijk naar op zoek bent. En ik wil iets vertellen over twijfel, want twijfel is een mechanisme wat jou probeert te beschermen tegen teleurstelling. En als je er zo over nadenkt, dan is het ineens een veel vriendelijkere vijand. Het probeert je eigenlijk te helpen. En als je begrijpt wat jouw twijfel jou probeert te vertellen, kun je het misschien naar de schaduwzijde halen, naar het hoek van het oordeel. En gewoon er laten zijn en te zeggen, wat probeert mijn twijfel me te vertellen? Misschien ken je het verhaal wel van de twijfelende, ongelovige Thomas. Iedereen die had Jezus al gezien, maar Thomas had gezegd, ik geloof het niet hoor. Tenzij ik mijn handen in zijn wonden kan leggen, alleen dan zal ik daadwerkelijk geloven dat wat jullie zeggen, dat het waar is. En dan ineens staat Jezus daar. Ik vind het zo mooi en dan zegt hij, kom maar, leg je handen maar in mijn wonden, want dat is toch wat je wil. Nou, wij hebben dan vaak preken gemaakt of gehoord over, ja, die ongelovige Thomas. Hoe kan je nou zo ongelovig zijn? We moeten juist volhouden en gelovig zijn. Maar in Thomas zat een hele diepe liefde voor de Heer Jezus. Er staat op een gegeven moment in de Bijbel dat op het moment dat Jezus onderweg is met zijn discipelen, dan weten ze dat de Heer Jezus gearresteerd gaat worden. En dan zegt Thomas het volgende, dan zegt hij, kom, laten wij maar met hem meegaan. En als we dan met hem meegaan, dan overkomt ons misschien ook iets erg. Maar Thomas, die had ervoor gekozen om zo ver met Jezus te gaan, zelfs al zou hem dat zelf heel veel kosten. En toen die Jezus, van wie hij zoveel hield, ineens weer scheen te leven, toen wilde hij zichzelf beschermen tegen die teleurstelling dat het misschien wel niet zo was. En ik wil tegen je zeggen vandaag, als je wel eens twijfelt, is dat helemaal niet erg. En natuurlijk is het goed om je geloof op te bouwen en in geloof met God te zijn en te communiceren. Maar schaam je niet over je twijfel. Laat het er zijn en onderzoek wat twijfel jou probeert te vertellen. Want wanneer je het hoort, kun je het gebruiken om juist in de andere richting van datgene te gaan wat God voor jou heeft in de toekomst. Dit was een overdenking uit het dagboek Sterker van David de Vos. Bestel hem nu in onze webshop of word donateur van Go & Tell en ontvang hem gratis.